Goedemorgen allemaal. Vandaag is het Internationale Roma-dag. Roma-dag, wat zijn ook alweer Roma's? Roma's zijn zigeuners. Bij zigeuners denk ik altijd aan zo'n woonwagen. Een zigeunerkleding. Van die kettingen met van die muntjes eraan. Ja, misschien een heel klassiek beeld, maar laten we zoiets gaan tekenen. Misschien een woonwagen. Doe je mee? Ja. Eens even denken hoor. Een woonwagen. Laten we eens een woonwagen tekenen. Even kijken. Begin eerst met het dak. Het loopt al een beetje. Er zit dan zo'n sierlijst op. Zo. Een beetje zo'n rond dak. En dan zit er ook nog een bovenlicht op. Even kijken dat het hier een beetje uitkomt natuurlijk. Zo, en daar zitten dan raampjes in. Zo. Eigenlijk is het gewoon natuurlijk een huisje. Een huisje op wielen. En daar zitten dan raampjes in. Ik wil er wel een beetje gezellige raampjes van maken. Zo. Ook nog een raam. Ja. Er zit hier zo'n soort balustrade aan. En dan hier nog een. Zo. Dan hebben we hier een trapje. Zo. Nou, hier nog mooi. Zodat het afdak wat een beetje uitsteekt. Het vaak versierd is. En dan hebben we hier natuurlijk ook nog. Een mooie deur. Zo. Vaak ook weer versierd. Dan hebben we hier de wielen. Dan zouden we nog voor kunnen kiezen om nog spaakwielen te doen. Al is dat tegenwoordig natuurlijk niet meer. Vaak zien die tegenwoordig, als je die woonwagens kijkt, die zijn echt heel modern en heel luxe. Tenminste, vele. Ik zeg niet dat ze dat allemaal zijn. Ik ben er ook niet zo heel erg in thuis, in het woonwagenleven. En dit is natuurlijk ook meer een oudere woonwagen. Geen nieuwe. Zo. Een pijpje erop zo. En er moet ook ergens rook uit kunnen komen. Nou, hier hebben ze ook nog wat versiering. Of ook nog raampjes natuurlijk. Zo. Nou, ik denk dat dit toch een aardige woonwagen is om zo te zien. Ja. Nou, die kan je natuurlijk ook nog aan gaan kleden. Je zou dit donker kunnen kleuren. Dat onderstuk een kleurtje kunnen geven. Kijk, en ik gebruik natuurlijk nu gewoon stift. Maar je kan dat ook met kleur in gaan vullen.
Nou, in ieder geval een woonwagen. Probeer zelf ook eens een woonwagen te tekenen. Dus best even uitzoeken. Maar goed. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.